met een nieuwe video en vandaag laat ik 4 verschillende intense trainingstechnieken zien. Ik heb hier al 1 video van gemaakt, die zal ik even in beeld zetten. En daar deed ik de rest pause, drop set, giant set en de superset. Vandaag heb ik dus weer 4 nieuwe en ik heb 2 verschillende technieken wat je gaat zien. De eerste heeft te maken met partials, oftewel gedeeltes van een oefening uitvoeren. En de tweede heeft met tijd te maken. Laten we beginnen bij de eerste oefening en de eerste techniek. 1,5 reps, oftewel 1,5 herhalingen. Dit houdt in dat elke keer dat je een oefening uitvoert en je maakt een herhaling, ga je niet gewoon naar beneden en omhoog. Nee, je zakt naar beneden, je gaat voor de helft omhoog, je gaat weer voor de helft naar beneden en dan kom je helemaal omhoog. En dat maakt dus maar 1 herhaling. Dit was even het voorbeeld bij de dips, maar je kan het ook bijvoorbeeld bij een sumo squat doen. En ik pak natuurlijk de zwaarste kettlebell. Ik wist niet eens dat deze bestonden. Iets van 52 kilo was deze. Dus je ziet, ik zak naar beneden, kom half omhoog en kom helemaal omhoog. Dit is een goede manier om je workout wat intenser te maken, want het is een hele andere schok dan je lichaam gewend is door gewoon omlaag en omhoog te gaan. 21's, oftewel 21. Deze is redelijk bekend en deze heeft ook weer te maken met gedeeltes van een oefening uitvoeren. Je begint onderaan van een oefening, daar doe je dus een halve herhaling. En als je dat 7 keer hebt gedaan, ga je het bovenste gedeelte van een oefening 7 keer uitvoeren. En wanneer je dat hebt gedaan, moet je nog de hele range of motion pakken door helemaal naar beneden te gaan en helemaal omhoog te gaan. Het voorbeeld die je hier zag is een pull-up met een neutrale grip, dus de handpalmen naar elkaar toe. Mijn tweede voorbeeld is met een bicep curl. En dat is mooi te zien. Hier zie je dat ik dus de helft van de oefening uitvoer. Daar ga ik tot 7 of 8 herhalingen deed ik hem omhoog. En daarna doe ik hem dus 7 keer het bovenste gedeelte. En dan natuurlijk weer helemaal naar beneden en helemaal omhoog. Goede manier om even een nieuwe schok te geven aan je biceps. Cluster sets. En deze kent bijna niemand van jullie. Ik laat eerst even zien wat een normale set is. Hier doe ik een handstand push-up en ik doe 3 herhalingen. Nu ga ik het doen met cluster set stijl. Wat je dan doet is 1 herhaling, dan pak je 10 seconden rust en dan ga je weer. En nu ga je niet voor de 3 herhalingen, maar nu wil je er 4 tot 6 herhalingen van maken. En ik deed alsof ik normaal 3 herhalingen max kon bij deze oefening. En omdat je natuurlijk even die rust hebt, kan je meer herhalingen halen in een hele korte tijd. En dat maakt het nu super intens voor je spier. En dit is echt een goede manier ook om kracht op te bouwen. Tweede voorbeeld is met het bankdrukken. Ik kies een gewicht wat ik dus 3 keer max uit kan voeren. Ik heb natuurlijk nu even wat lichter gewicht, omdat het eigenlijk een rug- en bicepdag van mij is. Maar ik doe dus bijvoorbeeld 60 kilo wat ik 3 keer aan kan. En ik doe daar dus 4 tot max 6 herhalingen mee. En ik laat ook even goed zien hoe ik de stang eruit til. Want ik heb hier speciale haken voor. En dan pats, kan je hem er heel makkelijk uitglijden. Dus dan hoef je hem niet helemaal eruit te stoten. Dus heeft jouw sportschool ook deze haken? Maak er dan gebruik van. De laatste, en dit is mijn favoriet. You go, I go. Oftewel, ik ga, jij gaat. De eerste voorbeeld is met opbouw en afbouw. We doen dan elke keer 1 herhaling erbij. En als ik er dus 3 heb gedaan, moet hij er 3 doen. Dan doe ik er 4, dan doet hij er 4. En je kan het dus ook weer afbouwen naar beneden. Dus doe je dit uiteindelijk tot 5, ga je weer naar beneden. Doe je er elke keer 4, 4, 3, 3. Hier doen we het dus met de bicep curl. En dit is gewoon leuk, want dan sta je tegenover elkaar. Kan je elkaar echt motiveren. En ja, je moet, weet je wel. Dus hij staat tegenover je. Je wil je trainingspartner niet in de steek laten. Het enige nadeel is natuurlijk, heb jij geen trainingspartner, is dit lastiger. Maar vaak heb je wel dat je iemand kent in de sportschool. En dan vraag je, hé, wat ga jij trainen? En dan zegt diegene rug, biceps bijvoorbeeld. En dan zeg je, ja, ik ook. En dan kan je vragen van, zullen we anders biceps samen afsluiten? Is voor allebei leuker. Voorbeeld 2 is gewoon, dan kies je 1 herhaling uit die je elke keer wilt doen. Wij hebben gekozen voor 3 push-ups even. En dan moet je elke keer gewoon, wanneer 1 iemand rust, is de ander man bezig. En dit kan dus 3 zijn, maar je kan ook kiezen voor 5. En hoe zwaarder een oefening is, hoe minder reps je kiest. Dus hoe minder herhaling je uitvoert. Zoals deze, we pakken hier 50 kilo op onze biceps. Dus doen we elke keer 2 herhalingen.
En geef het ook goed aan. We pakken hem elke keer wat breder als we klaar zijn, zodat de ander meteen kan beginnen. Dat hadden we ook meteen door tijdens het trainen, dat dat veel beter was. En dit is voor de biceps en de push-up, maar het kan bij alle oefeningen, deze technieken. Als je ze gaat uitproberen, probeer het natuurlijk eerst met een wat lichter gewicht. Vooral bij de clustersets, want die zijn het meest blessuregevoelig. Dat was de video. Bedankt voor het kijken. Ik ga nog een rug- en bicep-workout doen. Ik chill hem nu in de Zonnebankcentrum. Lekker rustig. En ik heb wel zin in vakantie. Geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan je dat doen op de rode knop onder deze video. En ik zie jullie gauw weer. Later! There's something in the system.